Welkom lieve watermannen bij deze reading, een reading voor de laatste 2 weken van april. Fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele nieuwe abonnees, maar ook de vele verzoeken voor privé readingen. Ontzettend bedankt daarvoor. Heel fijn. Als je nieuw bent, kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het om je te abonneren, want dan zit jouw energie in het kanaal. En kijk ook vooral naar je andere placements. Dus bijvoorbeeld je ascendant. Want het kan goed zijn dat als je sterrenbeeld niet helemaal resoneert, dat die zeker resoneert. We hebben natuurlijk meerdere placements. Ik ga 2 kaarten trekken uit de Energy Oracle Deck. Eentje voor de 3e week en de andere voor de 4e week. Kijken wat de energie van jullie is. Mag ik een kaart voor de 3e week van april? Ergens vandaan lopen, iets beëindigen. Een ander pad gaan lopen, kan allemaal. Kaart 9, dus je zit bijna tegen een voltooiing aan, tegen een transformatie. En de laatste week van april, Spirits and Guides. En dan gaat dus, als je dus ergens uit vertrekt, of als je dus durft door deze poort heen te gaan. Kijk, ze loopt hier door het hek, maar ze kijkt nog achterom. Niet achterom kijken, geen twijfels hebben. Gewoon de knoop doorhakken, door de poort heen. Dan gaat de deur open. Naar voorspoed. Succes krijg ik door. Geld. Je komt tot bloei. Dan komt er een doorbraak, want je hebt het gevoel dat je nu beperkt bent op financieel gebied. Oké. Okay. Ik hoop dat alles goed en wel met jullie gaat en dat je gezond mag zijn en gelukkig. We gaan eens even kijken. Dus je mag ergens uit weglopen. Dat kan natuurlijk dat je afscheid mag nemen uit een bepaalde relatie. Misschien is het beste dat je uit een bepaalde baan weggaat. Dat je iets anders gaat doen. Maar iets houdt jou nou tegen, want je bent bang dat je in geldnood gaat zitten. Dat je dus jouw balans, want dit is kaart 13, dat je jouw balans kwijtraakt. Ja, je onderliggende kaart zegt het al. De 5 van munten. Je bent bang om in de kou te komen te staan, om geen geld te hebben, om dingen niet te kunnen betalen, niet in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Kan zijn omdat je, wat ik zeg, dat je het niet fijn vindt, die baan die je nu hebt, of een relatie die niet helemaal meer lekker loopt. Dat je weet dat het is tijd om te gaan, maar dat je dat niet durft omdat je bang bent dat je dan minder geld hebt. Het zijn natuurlijk ook onzekere tijden met corona. Toch word je geadviseerd om die stap te zetten. En die stappen, dat kan hele kleine stapjes zijn, want dit is de schildknaap. Zet een stapje voorwaarts. Dat zal jou zekerheid geven, dat zal jou liefde geven. Dat zal jou kracht geven, dat zal jou de drijf geven, de passie, de inspiratie. En het beste is dus, het gaat over de liefde zo te zien, om, dat is de single kaart namelijk, om vrijgezel te worden. Dan kan jij een nieuwe start maken. Dat is werken. Werken aan jezelf, misschien ook hard werken. Dat je misschien een tweede baan erbij neemt in de avonduren, wat extra's. Of dat je misschien van baan gaat veranderen.
Omdat je nu in plaats van een parttime baan een fulltime baan moet nemen. Omdat je dus op eigen benen moet gaan leren staan. Maar als je dat eenmaal doet, dan gaat het heel snel. Dan komt het in een, stroomversnelling. Nu zit je vast, zit je in een situatie waar je op uitgekeken bent. Maar je doet het omdat je financiële zekerheid hebt met de koning van munten. Nou, de zon gaat schijnen, dus het komt allemaal goed. Het zonnetje kan ook voor jou gaan schijnen. Je hoeft dus niet meer in die saaie, futloze relatie meer te zitten. Maar je houdt het nog tegen. Je bent bang dat je in geldnood komt. Je houdt het tegen. Je bent bang ook om jouw partner teleur te stellen als je de waarheid vertelt. Je realiseert je dat je afhankelijk bent, financieel afhankelijk bent. En je bent bang om daar vandaan te lopen. Maar je beseft niet dat hier twee bekers staan. Je kan gewoon op eigen benen staan. En misschien is er zelfs nog wel een iemand die jou wil steunen, die van jou houdt. Die je nu niet ziet staan. Dus kom uit die angsten. Kom uit die onzekerheid. Want je verblindt jezelf alleen maar. Je houdt jezelf in de gehangende modus. Oftewel in de stagnatie. Terwijl jij gelukkig kan zijn. Je hebt nu nog de kans om zelf weg te gaan. Om zelf hier een punt achter te zetten. Doe je dat niet, dan kan het binnen niet al te lange tijd. Dan komt er een toren. Dan word je een handje geholpen. En ja, dat is nooit leuk. Dat is nooit leuk. Dus je kan het het beste zelf doen. Maar hoe dan ook. Of je nu de toren krijgt of dat je zelf een punt erachter zet. Jij gaat uiteindelijk gelukkig worden. Het geluk in en het vertrouwen in jezelf. Het kan ook zijn dat je vertrouwen hebt in een bepaald geloof. Of dat je vertrouwen moet hebben in je spiritualiteit. Dat je dus jouw geluk vindt in spiritualiteit. Omdat je bijvoorbeeld je eigen praktijk moet beginnen. De signalen, de synchroniciteiten, die krijg je al van spirit. Je weet wat je te doen staat. Je moet die knoop doorhakken. En als je de knoop hebt doorgehakt, dan kan jij die sprong in diepe maken. En dat is nou uiteindelijk precies wat er moet gebeuren. Dat is jouw destiny, dat is jouw, ja, dit is voorbestemd, dit moet jij gewoon doen. Blijf niet langer wachten, blijf niet langer twijfelen, kom in je eigen kracht te staan. Hou van jezelf. Je bezit de kracht, de moed, de inspiratie. En het kan ook zelfs zijn dat als je weggaat, dat je vertrekt, dat er een liefde komt tussen jou en een vuurteken. Dus dat kan zijn een andere ram, een andere leeuw of een andere boogschutter. Dit is wat jouw intuïtie jou vertelt. Wees daar niet bang voor. Je zal succes hebben. Ga in meditatiestand en dan komt dat vanzelf naar voren. Mag ik een advieskaart voor de waterman? Als de waterman vertrekt, wat ligt er in de toekomst? Wat ligt er in de toekomst voor de waterman? Wat is het advies voor de waterman op deze legging? Wat is het advies voor deze waterman?
Het is eigenlijk heel simpel, maar je maakt het zelf gecompliceerd. Er wacht voor jou een nieuw begin. Vergeef jezelf. Even nog een ander dek. Mag ik advies voor de waterman? Een advies voor de waterman, voor de toekomst. Advies voor de waterman. Kijk eens. A caring connection. Iemand die wel heel liefdevol en warm voor je is. Maar daardoor moet je wel eerst jouw huidige situatie loslaten. 5 staat voor verandering. Ja, je ziet het een beetje grijzig. Dus ja, je vindt het moeilijk om deze situatie los te laten. Dan moet een masker af. Je moet je ware zelf tonen. Ook, even wachten. Zo, ja. Mucky zat even op de kattenbak. Dus dat geeft gewoon te veel overlast. Vandaar ik even gepauzeerd heb. Dus je zit nog ergens aan vast. Verander dat, die situatie, met de 5. Spreek jezelf uit. Keelchakra van aardengel Gabriel. De 5 chakra's, de keelchakra. Spreek jezelf uit en je krijgt dus die zon die er net zo goed scheen. De liefde, de warmte. Waar je zo naar smakt. En ook een happy family krijg je dan. Dus wees niet bang. Zet die stap. Ga weg uit deze situatie. En gelukt kom jou tegemoet. Het is natuurlijk altijd een advies. Dus kijk eventjes wat voor jou het beste is in de situatie. Maar ja, er liggen hier 2 hele positieve kaarten. Je hebt dan ook nog eens die door to value. Dus er gaat geld op jouw pad komen. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn. En je hebt hier natuurlijk ook, even kijken waar die lag. Oh, hier. Hey, je kent waarschijnlijk al iemand. Een vuurteken. Kijk maar, de man en de vrouw. 2 vuurtekens, de koning en de koningin van staven. En de 2 van bekers, liefde. Dat is jouw ware liefde. Dat weet je. Je wil er alleen niet aan toegeven omdat je bang bent dat je financieel in de kou komt te staan. Maar dat hoeft helemaal niet. Want zodra dat je wegloopt, krijg je dus die financiële geluk op jouw pad. Dus ga weg uit deze connectie. En dit staat jou te wachten. En eigenlijk zie je dat hier ook. Happy family. En de zonkaart. Bedankt voor het kijken. Heel veel succes hiermee. Heel veel geluk met het nieuwe begin. Als je hiervoor kiest, mensen. Namaste.